schildert, dan moet je zo perfect schilderen om het allemaal zo vol te houden. En die weefmachine, die doet het altijd perfect. When it comes to material, I like to work with very raw things. It's about like trying to preserve it as close to what it is not, like what is not anymore. Ik zit op een Martin Visserbank met de wollen stof en ontwerp van Nieuw Leids Laken door Christy van der Haak. En we zitten hier in het hart van Museum de Lakenhal. In de Lakenhallen en in Leiden ligt 7 eeuwen textielgeschiedenis. Leiden was zeer beroemd om zijn lakense stoffen. Het Leidse laken, dat is echt een wollen stof die kwalitatief van heel hoog niveau was. En daarom ook heel duur en heel geliefd. En toen wij in 2013 na gingen denken over een nieuwe opstelling van onze hele textielgeschiedenis, toen wilden we daar ook een hedendaagse variant, een hedendaags vervolg op gaan geven. Daarvoor hebben we het project Nieuw Leids Laken bedacht. En dat doen we door aan hedendaagse ontwerpers of kunstenaars de komende jaren opdracht te geven om voor ons een mooie, kwalitatief zeer hoogwaardige wollen stof te ontwerpen. Ik werk eigenlijk nooit met wol. Ja, hier voor de Lakenhal was het natuurlijk een heel belangrijk aspect van de opdracht, omdat het oude Leidse laken echt helemaal een wollen stof was. Maar we vonden de kwaliteit van de stof het allerbelangrijkste, dat het echt een heel uniek, bijzonder product moest worden, waar mensen echt iets heel bijzonders mee kunnen maken. We willen niet meer de massaproductie, het gaat puur naar een terugkeer naar kwaliteit. This exhibition allows us to work on a very individual basis with each invited artist and to really accommodate the museum to the artist. And in this case, what we're trying to do with Juha is to open the museum to him so that he can use it as his studio. What we see here are the basics of textile, you know, the thread being spun and then later being woven. Because I'm not winding, like I'm only, you know, I'm only spinning it once. I'm not gonna twine it, and I'm not gonna make it into, like this is, I guess this would be called like the foundational yarn that you should then further work with. In any process of making a textile, you would start with the fiber. And he literally started by cutting the wool off the sheep. What is the main challenge and why it's also important to be doing it here is that there's a big need for maintenance. Ik denk dat wij wat wel eens als oudbolligheid gezien wordt, van oudere dames die breien, die kantklossen. Ik denk dat wij die technieken heel hard moeten gaan beschermen en over gaan nemen. En dus dat is heel essentieel, want anders verdwijnt het. En dat is ook een trend in deze tijd, dat we heel erg ons best moeten doen om dat soort mooie oude technieken te behouden. Maar die willen we ook combineren, want we zijn ook in het hier en nu en we kijken naar de toekomst met innovatieve technieken. Van dit soort complexe patronen heb je innovatieve machines nodig. Heb je een hedendaagse computergestuurde Jacquard weefmachine nodig? Ik heb eigenlijk vooral ervaring met de Jacquard weefmachine, omdat ik er altijd van houd om met veel kleuren te weven. Er staan dus bakken vol met allemaal, al die kleuren, al die garens. Echt, heerlijk is dat. En dan neem ik één kleur die ik graag wil zien. En die zet ik op de eerste ingang waar zwart in gaat. En dan zie ik ineens in dat zwart hoe die ene kleur werkt. En zo ga ik verder. Komt er een tweede kleur bij, een derde kleur. En langzamerhand komen al die kleuren daarin. En ik noem dat zelf schilderen aan de weefmachine. Waarin ik dan schilderend of een kleur of een patroon verander.
Maar het blijven weefmachines, het blijven kettingen met inslagen. Het zijn de draadjes met de grote klossen met garen die daar in een noodtempo heen en weer gaan. Omdat je met veel kleuren weeft, wordt er met de kleuren die aan de voorkant nodig zijn een laag geweven. En de kleuren die niet nodig zijn, is een aparte laag die aan de onderkant zit. En dan probeert de machine op belangrijke punten de bovenlaag en de onderlaag met elkaar te verbinden. Daardoor ontstaat er een heel mooi patroon aan de achterkant van het kleed. En dat krijg je eigenlijk cadeau. Dit is eigenlijk een soort bijeffect van die restgarens die datzelfde patroon aan de achterkant weven. What I have done so far, it's one trip from west to east, during which I collected the wood, and I also collected wool from that place. You can see here, like I have the material in different stages. So you have this is the nearly finished. So this is the combed wood. This is the raw stuff. This is as it came out. Like nothing has done to that. And then later the wooden details that you see in the background standing against the wall will be turned into a loom on which he will weave a fabric, which will be a rather coarse fabric. And then from that fabric he will be able to cut and fashion a garment, which he will then eventually perhaps be able to wear. I skipped the stage of washing it, and I actually skipped the stage of combing it properly as well, for the reason that that I would by working on it, I would work out the dirt. So it was, yeah. So first I got you get the raw wool, then I comb it. With this, like, you have two sort of metal combs, and you get something like this. And this is supposed to be the wool in a form where the fibers are, combed to the same direction when it, like, so to make it easier to spin. So in the exhibition, we will see what we see now. We will see him working. We will see material. We will see tools. We will see something changing, something happening, something being made. But there's no representation of the process. It's just the process itself. What will be seen here in the museum is it's pretty much like the labor relating to the material will be on display. It also involves the people in Finland with whom he is in contact for this piece and their knowledge about their own land. Just somehow like thinking from like trying to find a respectable position towards things that exist outside of the making of things. This is a mallet that I was going to use on to carve the wood further, and I got it from one of the people that I met in the first area. So I put a hook on it, and it became the spindle. When I started to prepare for doing this, I was looking for the traditional ways of doing things and like the Nordic traditions, and it has a lot to do with a book about textile findings in Greenland, because the bodies were buried in clothes and then then they were dug up. That's why there is so much peasant fashion from the area recovered. So then I found the book by the name, which is woven into the earth. I think that became quite influential. Alles wat je als kunstenaar maakt of als ontwerper maakt,
dan heb je altijd het verlangen om iets nieuws te vinden. De vernieuwing zit ook in iets wat misschien al als heel klassiek wordt ervaren en dat toch weer op een nieuwe manier weer naar buiten brengen. Ja, dat je ook net zo goed kunt verdedigen dat het totaal nieuw is als totaal oud.